Die jongen in het gele shirt, dat was ik. Ik had geen enge ziekte, gedroeg mij niet anders dan de rest en kon vrijwel alles. Toch was ik net even anders. Ik was de enige die iets bijzonders had. Althans, dat wat je kon zien. Iets waar ik mij niet voor schaamde. Maar iets wat ik altijd wel ervoer als zwakte. Vandaag de dag is dit gek genoeg niet anders. Ik wil best anders zijn, maar niet anders functioneren en dat uitstralen. Ondanks dat mijn diabetes soms best impact kan maken op hoe ik mij voel, zal niemand dit zo ervaren, behalve ikzelf. Dit dwingt mij wel om goed voor mezelf te zorgen. Ik wil zo goed mogelijk functioneren en altijd scherp zijn. En sporten helpt hierbij. Door regelmatig te sporten heb ik minder medicatie nodig en voel ik mij beter. En ondanks dat ik weet dat klanten en andere mensen in mijn omgeving het helemaal niet erg vinden als ik me een keer niet goed voel vanwege mijn diabetes, vind ik het toch lastig om dit te delen. Want ik wil simpelweg niet gezien worden als een persoon die iets met zich meedraagt dat invloed kan hebben op mijn werk. En soms zou ik dan ook best wel eens normaal willen zijn. En daarom zamel ik geld in voor de Bas van de Goor Foundation. Omdat ik weet hoe belangrijk het is om te sporten met diabetes. En zeker ook voor kinderen met diabetes. De Bas van de Goor Foundation die organiseert eigenlijk sportevenementen voor kinderen met diabetes. Ik heb zelf vroeger veel meegedaan. Het heeft mij altijd heel goed gedaan. Omringd door kinderen die precies hetzelfde hadden als ik. Een plek waar ik me thuis voelde. In oktober ga ik de halve marathon lopen voor de Bas van de Goor Foundation om geld in te zamelen. En donaties zijn enorm welkom. Ik wil in totaal 2000 euro ophalen. En dat is natuurlijk het doel. Wil je mij doneren? Kijk dan even in de link bij deze post. Ik zou het enorm waarderen. Dank jullie wel.